Uh, goedemiddag, kijkers en luisteraars. Welkom bij RTV Borne, Borne in beeld. U hoort mij, en dat is Jan Stoop, die interviewt vanmiddag Marianne Adams. Klopt. Zo was het de bedoeling, zo hè? Zo was het, ja. ja zo was het de bedoeling. En, nou, Marianne, uh, tijdelijk voorzitter van Floralia of... Nee, niet meer. Ik ben interim voorzitter geweest interim. anderhalf jaar. Ja. Uh, Arie, wegens gezondheidsomstandigheden, uh, moest daarmee stoppen. Oh. Dat heb ik even tijdelijk overgenomen, maar momenteel hebben we vacature voor de voorzitter. Ja. Dus het wou ik ook ja. graag eventjes ja. melden. Uh, als er uh, mensen zijn die uh, nou, het, voorzi ja, het voorzitterschap <laughs> op zich willen nemen ja. van onze Floralia-vereniging, ja. dan uh, heel erg graag. Ja. Van uh, ja, de bedoeling dat er op uh, inspirerende wijze leiding gegeven wordt aan de vereniging. En het eerste aanspreekpunt is in de ja, communicatie ja, ja. met derden, ja. zoals pers en gemeente. Ja. En uh, onderhoud met uh, de, de contacten met de leden en de donateurs en andere betrokkenen. Ja. En samen met penningmeester en secretarissen dagelijks bestuur uh, vormen. En wij vergaderen uh, als dagelijks bestuur één keer in de maand. Ja. En als algemeen bestuur één keer per kwartaal. En dan hebben we nog één keer in het jaar een algemene ledenvergadering. Kijk eens, dus dat al. zijn, uh, maar we kunnen allemaal altijd een mailtje sturen naar Floralia Vereniging. borne53.gmail.com ja. uh, Aanstaande zaterdag hebben we de open dagen. Dat ja. is 7 en 8 september. Dus ja. zaterdag en zondag. Ja. Van 10 tot vier middags. En dan, uh, ja, dan zal ook daar uh, op, op diverse tafels zal er een uh, geplastificeerde uh, oproep liggen tot, uh, tot ja. voorzitter. Dus mensen die daar uh, belangstelling voor hebben, zijn van harte welkom. Van, uh, ja. Je hebt het nou over het uh, ja. tijdelijke voorzitterschap. Je ja. werkt liever in de tuin, heb ik gelezen. Of ik ben maak ik uit ja, klopt in helemaal. mijn voorbereiding op. Klopt helemaal. Ja. Ja. Ik ben bij de vereniging gekomen omdat ik van bloemen hou, van tuinieren hou, van uh, ja, een, een, een mooie wereld scheppen, laten we het maar zo zeggen. Ja. En uh, dan word je toch door omstandigheden eigenlijk uh, uh, weer op je oude beroep beroepen van, nou ja, dat, dat kun jij wel. Ja. Dat, dat kan oh, ja, ik wel, ja. maar ik ambieer het niet meer. Ik ben 75 en ik, ik, de vergaderen, ik vind het, ik vind het moeilijk. Nee. Ik vind het, vind het niet meer leuk. Je vroedt liever in de tuin? Ik vroet liever, ik heb liever, ja, ja. zwarte vingers. Groen, ja. Of groene vingers eigenlijk, ja. want de uh, tuin is heel erg vergroend... Ja. Uh, Afgelopen periode. Ja. omdat we mensen zoals Adi die van vroeger uit een hele dag uh, vanaf zijn 55ste, ja. zeg maar, stond te schoffelen en te harken. Nou, die mensen die zijn er gewoon niet meer. Nee. Vrijwilligers uh, van dat kaliber. Ja, toen kon je nog met 55 stoppen met werk, maar dat is er niet meer bij. Dus, uh, nee, nee. Ja, en, en, en mensen die het ambiëren, ja, die willen wel een paar uur in de week. Ja, ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Maar niet met alle dagen. Ja. Dus is dat, 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 de zwarte gronden zeg maar, zijn nu allemaal uh, mooie groene, groene gras geworden. En ja. we hebben alleen de bloembedden behouden. Maar dat is minder werk. Ja. Ja. Er staat één uh, grote manifestatie hier te wachten. Ja. Zeer binnenkort, ja. 7 en 8 september. Ja. De open dagen van de Floralia Vereniging ja. Borne. Ja. Van 10 tot 16 uur. Klopt. Aantekeningen. Uh, Liefde de tuin, hè? Ja. Zijn je net. Dat, uh, Ja, zeker. Dat had, 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 had ik al bij de voorbereiding uh, gevonden. Ja. Uh, wat doe je dan het liefst in de tuin? But, uh, ja. Iets ontwerpen, want ik heb hier ook een vrij boekje ja, ja, ja. liggen. Is dit een, een ontwerp ja. van jou bijvoorbeeld, of hoe is dit? Nou, het, het boekje, is al, daar, daar, daar gaan andere mensen over. Uh, maar de, de tuin zelf als, als ontwerp, de, de borders, ja. heb ik uh, uh, een aantal jaren geleden gezegd van nou, met de vrijwilligers die we hebben, kunnen we niet meer het werk doen van wat we altijd gedaan hebben. Ja. Dus we moeten kijken of we de tuin op een andere manier kunnen inrichten, zodat er minder uh, zwaar werk nodig is. Toen heb ik een, een strook aangewezen gekregen van: Nou, laat dan maar eens zien hoe, hoe dat dan werkt. Ja. En ik had zoiets van: Ja, ik, ik, ik heb geen sterke handen, ik kan niet spitten. Ja. Ik kan, maar ik kan wel onkruid trekken. Ja, ja. Dus als je alles goed volzet in de tuin. Ja. dan, uh, dan krijgt onkruid weinig kans. Ja. Ja. Dan kun je het er alleen maar zo, ja. uh, zo tussenuit uh, plukken. En ik hoor iets. Ja spelende kinderen buiten. Oh, er zijn kinderen buiten. Ja. Oké, okay, ja. ja. Nee, dan gaan we gewoon door denken. wordt nou het is gewoon een levendige studio. Ja, precies mooi. <laughs> <laughs> Midden in een jonge wijk, heel belangrijk. Ja, zo is dat. Ja, en uh, uh, we hebben de tuin dus grotendeels anders ingericht. Waardoor ja. er, uh, met, met de minder uh, aantal mensen die er zijn, of mensen die dus minder uren maken dan, dan hele dagen, het, het, het goed bij te houden is. Wat is specifiek uh, heel anders geworden? Dus, ja, specifiek specifieke ja, in, ja, inhoudelijke... Uh, ja. Ja. Andere indelingen? Andere indelingen, uh, nee. De bedden zijn wel hetzelfde gebleven, alleen daaromheen. En de molentuin is, is ja, weer helemaal in de oude staat ja. hersteld. Die was langzamerhand een klein beetje aan het uh, ja, verslateren, zeg maar, omdat er niemand... Nou, geen tijd. tijd. Ja, nou, ja, durf ik ja. bijna niet te zeggen. Ja, ja. <laughs> maar er kwam het wel een beetje op neer, ja, ja. het wist in mijn ogen. Ja. En, um, ik heb gelukkig een hele lieve man die mij regelmatig even voor het zware werk dan aan. ten dienste staat. Dus ik ze moet planten of, of, of struiken ja. verplaatst worden, dan kan hij graag mee helpen. Ja. Ja. Ik las ook dat uh, over die dalia's gesproken: dat dat even niet zo goed ging? Nee, dat klopt. Het is een uh, heel raar jaar uh, geweest, het voorjaar. Dat geldt voor iedereen, het geldt ja. voor, uh, voor de tuiniers, maar zeker ja. voor de landbouw. Uh, het was te koud, het was te nat. En toen het eindelijk zover was dat er planten, uh, plantjes uh, in de tuin gezet konden ja. worden, in de bedden... ...daar kwamen de naakslakken. Ja, dat ja. ja, is oh. algemeen bekend. Dat, dat zijn die de bozoeners. Die hebben, nou, bozoeners, die ja. hebben een heerlijk restaurant gehad bij ons... Alleen, uh, ja, wij waren er niet zo blij mee. Leidt dat nog tot een naamsverandering? Nee, <laughs> nee, 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 dat niet. Nee, we blijven Floralia. Ja, we gaan er vanuit ja. dat uh, bloemen uh, sterker zijn dan slakken. Ja. En dat is ook wel gebleken. We hebben een uh, ontzettende goede nabloei gehad. Ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar normaal gesproken heb je uh, begin juni, half juni, heb je de tuin helemaal vol staan. En ja. nu bleef de groei bleef achter. Ja, ja. Uh, ja, de hoeveelheid plantjes die we zetten hebben weer opnieuw gepoot. En we zeggen van, nou, we willen toch dus wel. Dus jullie uh... proberen het nog een keer mee. We proberen het nog... nog een keer. Ja, 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 ja. de aanhouden wint toch? Ja, en ja. We hadden een hele leuke buurman die houdt lama's. En ons was gezegd dat lama-wol, als je die in die geulen legt voor Ach. de bedden, dat slakken dat niet zo prettig vinden. Ja. Dus wij gaan ervan uit dat een aantal uh, uh, plantjes of bloemen dat is wel gered een zijn, looper, of dankzij zijn, Dankzij de lama's. Ja, dat is wel een verrassende oplossing, ja, of niet? Ja, 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 zeker. Ja, en we hebben diverse. Oh, we, zijn wel, we zijn wel vriendelijk voor de dieren hoor. We zijn heel milieuvriendelijk. We hebben uh, potjes met bier voor de slakken neergezet. Dus ja. die gingen heerlijke dronken dood tegemoet. <laughs> Zeg van, uh, dus de goed. open dagen heb jij wel een attractie bij dan? Ja, zeker wel. Ja, 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 want af en toe kom je ook konijnen tegen in de tuin of een ja, ree, ja. Als je s morgens vroeg ja, aan het ja. werk bent, dan. Ja, uh, ja het, zijn, het zijn de leuke bijkomstigheden. Maar ja. ja, voor de bloemen is het minder leuk. Want ja. ze, ze worden wel weggeknabbeld. Maar de dahlia's bijvoorbeeld, ja, dat zijn knollen. Die gaan de grond in. Ja. En uh, ja, als, als de grond wat er nat is, dan vreet dat toch de wortels aan. Dan zijn of die, die te kwetsbaar zijn, zijn helemaal niet opgekomen. Ja. Dus een derde van de geplante knollen zijn dus niet opgekomen. Ja. Maar de andere weer wel. En dat zijn, nou ja, kan ik deze laten zien. Van, het is vuurwerk. Het ja. zijn echt prachtige bloemen. Ja. Alleen de struiken zijn normaal zo hoog. Die ja. zijn nu ja, ietsje lager. Ja. Maar er kunnen volle bloemen van uh, geknipt worden. Nu uh, momenteel is het echt heel helemaal... Is dat eigenlijk jullie uh, visitekaartje? Dus, de da daar is Oorspronkelijk heet de Dalia Vereniging. Het ja, ja. is in de tijd uh, 70 jaar geleden opgezet uh, vanuit uh, fabrikanten. om dus de werknemers na wel ja. werktijd uit de kroeg te houden. Dus van: hier heb je een paar Dalia knollen. En wie de mooiste heeft, heeft gewonnen. Dus die heeft daar een soort wedstrijd van gemaakt. Ja, ja. was ook altijd een tentoonstelling van. Uh, ja. Van de, van de gekweekte dahlia's. Maar inmiddels in de zomer bloeien ze wel een, een, een veel grotere. Uh, ja, dus dit, een derde van de bloemen zijn de dahlia's nog wel steeds. Ja. En dit, dit zijn bijvoorbeeld de, de voorjaarsbloemen uh, de, uit de borders. Ja. Dan, uh, ja, dan bloeit er zoveel. En dan, half mei, dan uh, ja. kan er als er iets voorradig is, wel uit de tuin al geplukt en verkocht worden. Ja, ja alleen op, uh, ja. op werktijden dan uh, is het in het voorjaar is het altijd maandag, woensdag, vrijdags uh, uh, het complex open en zal met ingang van 2025 zal daar de, uh, ook, ook de verkoop plaatsvinden dan ja. op die dag en in het hoogseizoen is het van maandag tot en met vrijdag ja. geopend van uh, half twee tot vier hm. en zaterdags de hele dag van tien tot vier ja. er komen ook kraampjes heb ik uh... er komen dit weekend ja heel veel kraampjes ja. met onder andere de pompoenen uh, het houtwerk we uh, zijn nu al bezig met uh, bloemstukken te maken, ja, kransen ja, op te ja. maken van uh, hortensiabollen. Dus eigenlijk wat, wat er allemaal aan de orde komt, dat is dan in tijdens de open dagen. Dat te is zien. Ja, alle, alle kracht en, ja. en, 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 en wat we te bieden hebben als ja. vereniging, en waar we de hele jaar ja. druk mee zijn geweest. Ja, ja. Dat spreiden we dan tentoon ja. en daar zijn we ontzettend trots op. Uh, en dan krijgen we dan ook nog Marian te zien die uh, jacht maakt op naakslakken. Oh, nee, ik, nee, 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 ik heb de jacht opgegeven. Okay. Ik, af en toe kom ik er nog eens eentje tegen. Ja. en dan grijp ik hem bij de kraag. en dan gooi ik hem heel lang, heel hard. over de gemeentegrens ja. heen de talut op. Denk ja. ik van: oh, zoek het daar maar uit. Zoek het daar maar uit. <laughs> ja. ja. Um. Er komt ook nog een imker, heb ik begrepen, Ja, dat is een imker. Ja. Ja. Wij onder andere een uh, potjes honing verkopen ja. ook. En dat is ja. van onze eigen bloemen afkomstig. Ja. Er zit een imker uh, verderop het complex. Ja. Die heeft daar zijn bijenkasten. Ja. En, en die zijn normaal ook de hele jaar door wel, wel te koop, als het voorradig is natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat is, dat is bijzonder goed ook voor mensen, uh, heb ik gehoord, met, uh, met hooikoorts bijvoorbeeld. Want de stuifmeel waar zij ziek van worden, dat kan met honing weer bestreden worden. Ja. Ik, ik, ik zal niet zeggen dat het dan helemaal uh, uh, daarmee overgaat, maar het, het, het elimineert, laat ik zo zeggen. Ja. Dat, uh, maar laat je dat ook blijken tijdens de open dagen, dat soort dingen van... Dat, dat zal de imkeur dan... Die, die im zit ja, ja, ja. zelf met, ja. Ja, met, met een eigen stand. Ja. Uh, en, en, en ook degene die de mooie uh, vogelhuisjes maakt en voederplankjes. Ja. Die zal er ook zijn en zal daar ook, uh, ook over vertellen van hoe het allemaal tot stand komt. Dat is niet mijn expertise. En ik, ik, ik Wim Broekman nee, maar dat graag... Uh, uh, dat hij alle dat, uh, aspecten komen wel aan de orde, het om het mooi alle, dus te zeggen. Ja, ja. en alles, alles wat de tuin opbrengt, zeg maar, dat, uh, dat laten we zien en is te koop. dat ja. Ja, ja. Over opbrengen gesproken, ja. zijn jullie self-supporting? Wij zijn self-supporting, ja. ja. En dat hopen we ook zo te kunnen houden. Ja. En, maar ja, dan moeten mensen ook wel bloemen komen kopen. Uiteraard, je, ja. Uiteraard. ja, 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 ja. Okay. En wij, wij doen er alles voor om het om van goede kwaliteit te laten zijn. Het enige wat ik nu over de open dagen moet zeggen, normaal gesproken waren de Dalia-knollen te koop. We hebben nu besloten, net een week geleden in de, in de bestuursvergadering, van dat we dit niet durven doen. Gewoon omdat we de kwaliteit niet kunnen garanderen. Ja, ja, okay. Omdat ze toch in een te nat ja. seizoen ge geplant zijn. Ja. En dat de struiken ook niet zo hoog zijn geworden. Ja. Dus we houden ze nu zelf. Dan gaan we kijken wat er volgend jaar nog uh, uit te halen valt. Ja. En dan uh, hopen we dat ze, dat ze volgend jaar nog beter hun best ja. doen dan nu. Jullie hebben ook meegedaan met het Beste van uh, Borne. Ja, ja. Wat, wat kun je vertellen wat je toen vooral naar voren hebt gebracht? Wij hebben voornamelijk ons willen laten zien. Wij hoorden toch nog regelmatig dat mensen in, uh, in Borne... Floralia kennen we helemaal niet. Dan is het toch wel goed Kijk, dat je zeker ja. bij het Beste van Borne laat zien dat je ja. daar bent. Uh, wat, wat, wat voor producten we hebben. Wat voor. Kwaliteit winhuizen hebben met betrekking tot het maken van bloemstuk. We maken rouwstukken op aanvraag. We maken trouwboeketten op aanvraag. Ja, uh, ja dat zijn de specifieke dingen. We ja. hebben uh, vorig jaar voor iemand die ging met pensioen en die kreeg dus van zijn collega's kreeg een schopcadeau. Ja. Van nou, daar kun je de tuin, de tuin gaan spitten. Ja, ja. Dat is niet van... Niet iemand van Floralia, maar die vond dat eigenlijk wel leuk. Van, oh, dan kun je wel vrijwilliger gaan worden zo ergens. En dan hebben we die schop helemaal opgemaakt... met een mooi bloemstuk van de voorradige bloemen die ja, ja, er toen ja. waren. Nou, ook heel, heel, ja, heel goed ontvangen, laat ik zo zeggen. Dus oh, jullie waren er. We waren er, ja. ja. We hebben een heel mooi spandoek ja. uh, gemaakt. En, uh, uh, van, die, van die banners. Ja. Dat, is, uh, ja, dat, we, dat we zichtbaar zijn. Ik ja. krijg een centje dat ik bijna een eind aan moet maken. Oh. Wat staat je... Ik heb nog een aantekening over fruitbomen. Fruitbomen, dat is een nieuwe, ja, nieuwe actie. We hadden een, uh, achter de tunnel, de kweektunnel, hadden we een, een beetje braakliggend terrein waar we af en toe wat neerzetten wat ja. we even kwijt moesten in de tuin. En dus van het voorjaar is daar dus, zijn er fruitbomen geplaatst. En dat is voor de bijen heel erg goed voor het bestuiven. En we hopen dan in de toekomst, wat we nu ook gaan doen, is uh, zelf appeltaarten maken voor, het, uh, voor, de, voor de open dagen. Dus een heerlijke eigen gemaakte appeltaart. No, no. 23 appeltaarten, maar ik bak ze niet allemaal zelf voor. Uh, yeah. We hebben ze netjes verdeeld over alle vrijwilligers. Ja. Maar dat willen we dan in de toekomst van de eigen appels ook gaan doen. Ja. En af en toe zijn er ook van de, van de tuin dat de aardappelen te koop ja. zijn. En courgettes uh, als het voorradig is. Yeah. Ja, zo no. allemaal lekker. Heb ik alles zo'n beetje gehad? Ik of denk dat wel. Nog... Ik zou mijn spiekbriefje nog even bij Ja. Ik zou even zeggen ja. van. Uh, nou. Dat wil ik ook nog even vertellen, nou, nou ik hier toch ben. In, in ieder geval dat wij, uh, uh, dat wij bloemen leveren die geen vlieguren kennen. Alleen de vlieguren van de bijen die ze dan bezoeken. Ja. <laughs> Het zijn uh, pure grond. Ja. Uh, we zijn groen bezig. Heel goed voor de natuur, voor de omgeving. We maken gebruik van uh, natuurlijke bemesting, van uh. mullig. En dat, uh, ja, ja. We, zijn, we zijn groene mensen. Nou goed. En de volgende keer hoop ik je te ontmoeten met een schoffel in de hand. En, nee, dat denk ik niet. Ja. <laughs> ik denk dat ik nog steeds sta te plukken. Ja? Maar u bent van harte welkom okay. maar op de open dagen. Goed. Vraag. Maar ik weet je wat ik vindt hoor. Ja. En mijn vrouw ook. Ja, oké. Okay. Bedankt voor dit gesprek. Dank u. Borne in Beeld brengt het grote en kleine nieuws uit Borne. Wij zijn te vinden op radio, televisie, internet en social media. Voor meer informatie kijk dan op borneinbeeld.nl